uit een vacatureonderzoek uitgevoerd door het ministerie van AWJ in Paramaribo en Ikeri is gebleken dat er in de twee districten in 175 bedrijven in totaal 488 openstaande arbeidsplaatsen zijn. Daarnaast blijkt uit de data dat er nog 206 vacatures op korte termijn beschikbaar zullen zijn. Uit het onderzoek is voorts gebleken dat de handel het meest verlegen zit om arbeidskrachten, want ongeveer 36% van de vacatures is geregistreerd in deze sector. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling arbeidsstatistieken van het ministerie. De data zijn hoofdzakelijk verzameld in de periode februari tot mei dit jaar. Met dit vacatureonderzoek heeft het ministerie inzicht gekregen in de onvervulde vraag naar arbeidskrachten en in de specifieke kwalificaties die nodig zijn voor de invulling van de beschikbare en toekomstige vacatures. Ook is er inzicht gekregen in het aantal moeilijk in te vullen openstaande arbeidsplaatsen en in hoe lang vacatures al niet kunnen worden ingevuld.